Dit jaar komt u ze weer tegen tijdens carnaval. De Achema van huis af bent en de volle blaas. Wij namen een kijkje tijdens een repetitie. Nou, het is een vriendenclub die al heel erg lang bestaat. Hè. We bestaan dit jaar 37 jaar. En vanuit die club zijn er nog vier van de oud-leden. En daar ben ik er zelf een van. Wat ik al zei, we zijn begonnen 37 jaar geleden met een stel mensen die geen muziek maakten. Die hebben met elkaar afgesproken, we gaan met 12 man een orkestje oprichten. En we hebben allemaal een instrument uitgekozen en we zijn begonnen met muziek maken. En dat doen we nu al 37 jaar. En het niveau is heel redelijk, met name ook door onze dirigenten. Die zorgt ervoor dat wij ook op een goed pijl blijven. En het enige nadeel is op dit moment dat wij allemaal 65 plus zijn. Ik ben bij de Volle Blaas gekomen omdat ze op zoek waren naar een nieuwe dirigente. En ik ken een aantal mensen van deze club. En zodoende dat ze aan mij gedacht hadden om te vragen of ik dirigent wilde worden. Maar waarom vragen ze aan jou om dirigenten te worden? Het zit hier vol buiten een paar dames met oude heren. En dan word jij als een jonge bloem hier gevraagd om dirigent te worden. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Ja, nou, dat is ook zo gekomen omdat ze ook nieuwe mensen willen aantrekken. De club een beetje willen verjongen. En dan een vrouwelijke jongere dirigente zet dan wel een beetje de toon, denk ik. Hoe leuk is het om hier met deze mensen samen te doen? Heel leuk, heel gezellig. Het is echt een bijzondere, fijne club. En ze maken ook wat apartere nummers. Het hele jaar door eigenlijk, dus het is niet alleen maar een carnavalsband, maar we hebben ook leuke evenementen buiten de carnavalsseizoen om. En dat maakt het juist extra leuk. Carnaval was eigenlijk de geboorte van de Volle Blaas. Het komt voort uit carnaval. Die mensen die begonnen zijn, die waren met 15 stellen, gingen wij met z'n allen carnaval vieren en zeiden van op een bepaald moment is het leuk om een kapelletje te beginnen of in ieder geval muziek erbij te hebben. Zo is het ontstaan. We hebben heel lang ook heel veel met carnaval gedaan. We hebben onder andere 11 jaar lang Patassie georganiseerd, dat Volle Blaas. Die hebben we overgegeven aan andere mensen, die doen dat nu. Het animo van de mensen van de Volle Blaas zelf om volledig met carnaval zoals vroeger te spelen is wat minder, maar we willen wel graag erbij blijven, zeg maar. Dus, en we kiezen ook altijd repertoire uit voor carnaval om het carnaval te spelen, maar we willen daarnaast, met name ook bij die evenementen, willen we gewoon hele andere muziek spelen om een uitdaging te houden om te blijven spelen. Nou, ik denk sowieso, muziek maken is heel erg leuk. En we hebben hier een clubje bij elkaar die er al jarenlang bevriend zijn. Nou, ik ben er wat later bij aangeschoven. Maar het is op allerlei gelegenheden muziek maken. Of het nou carnaval is, of het is nu een keer het terrasorkest. We hebben ooit een circus gedaan. We hebben eigenlijk noemen van alles. En elke dinsdag repeteren we daarna een goede borrel. Nou, dat vind ik wel leuk aan de Volle Blaas. Ja. Wij gaan dit jaar 3 keer op pad. Op de zaterdagavond bij Café de Boer. Op de zondagmiddag in de Waggelbocht zijn we altijd. Dat is eigenlijk een beetje traditie. En op de dinsdagmiddag bij Patassie. Met carnaval is het überhaupt gewoon voor andere mensen muziek maken en een club blij maken. Als je op een podium staat en je ziet dat het publiek reageert en je kunt inspelen op het publiek. Dat is erg leuk, daar word ik wel blij van. En je krijgt er erg dorst van, dus dan smaakt dat biertje des te beter dan. Van huis af bent, afgekort DAP. Heel lang geleden opgericht in 1962 als die Zwetschgenboeren en de Groot Hofkapel van Indegat. En uiteindelijk een aantal jaren geleden, ja, ik praat ongeveer over 15, 16 jaar geleden, overgegaan naar de Achema van huis af bent. Toen kwamen er ook dames bij. Met alleen de heren konden ze het niet meer bolwerken.
En vanaf dat moment was de Zwetschen Buben, wat natuurlijk op jongens sloeg, niet meer een naam die pakkend was. Wij willen geen stikkoot, wij willen een mandoline van je moeder. Nou, het hoogtepunt van toen, dat was dat wij die Tsjechische club Moravanka naar Boksel konden halen. En dat was toen nog onder de tijd dat wij de Zwetschen Buben waren. Nou, dat, die kwamen eigenlijk uit Tsjechië. Nou, dus toen die tijd konden ze eigenlijk het land niet uit. Nou, en we hadden dan onder leiding van Wim Traar, hadden we het voor elkaar gekregen om als eerste in Europa die club naar Nederland te halen en dan naar Boksel. Je moet dat niet zien, dorpenman, wij zijn zo dol op het mandolin. Bij de Agema van Huizen bent, je kent elkaar wat beter. En we kennen elkaar al lang vanaf bij de harmonie. En donderdags spelen we ook gezellig met z'n allen muziek. Treden jullie alleen met carnaval op? Wij treden niet alleen met carnaval op. Wij treden ook op met het Oktoberfest in Boksel sinds een paar jaar. En afgelopen week hebben we de paarden nog getraind bij de bereden politie. Van alles wat op ons pad komt, bekijken wij, vinden we dat leuk, past het in ons jaarprogramma. En dan nemen wij een beslissing of we het ja of nee gaan doen. Ik zit sinds september erbij, dus dat was enorm aanpoten. Voor mij een heel nieuw repertoire met nummers die ik eigenlijk nooit speel. Ik speel wel in andere bands, maar dat zijn veelal rock of metal georiënteerde bands. Dit was flink schakelen. Na het Oktoberfest hadden we het oudejaarsbal, eind december in Rembrandt. En dan is het eigenlijk big band muziek, hoop Bruno Mars. Instrumentaal, Jacksons, swingend, disco. Nou, dat viel eigenlijk in twee manieren was dat erg schakelen. Ten eerste, de instrumenten zijn allemaal naar andere toonsoorten gestemd. Dus dat is allemaal S en B, terwijl rockmuziek vaak in E is of A. Daarnaast is de A bij blazers ook nog eens 2 hertz hoger als bij snaarinstrumenten. Dus daar kwam ik ook pas later achter. Het repertoire is natuurlijk heel erg wisselend. Zij bestaan al heel veel jaar en hebben ook heel veel nummers. Dus het is voor mij tot op heden nog elke keer van evenement naar evenement leven. Nummers doornemen. Hoe is het nou om met je eigen man samen in een orkest te spelen? Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. De lijntjes zijn heel kort natuurlijk om dingen te regelen. Maar we hebben het er wel heel vaak over. Het is wel een heel groot deel van ons leven. Maar dat vinden we allebei heel leuk.